kijkers van Tjoeprev XXL en welkom bij een gloednieuwe Skybars. Zoals jullie weten heb ik al 3 dagen niet opgenomen. En in het weekend was ik er gewoon steeds niet. En ik had gisteren geen tijd. Ik zat met huiswerk en zo. Best irritant. En vandaag had ik wat genoeg tijd. Dus dacht ik, ga mijn video opnemen. Ik wilde eerst Survivor Games op gaan nemen. Maar toen dacht ik, het is ook wel leuk om op de nieuwe Skywars van CubeCraft te gaan. Nou, heel CubeCraft is vernieuwd. Nu is dat ineens allemaal left game. Oké. En kijk, het is helemaal vernieuwd. Ik ben wel alle kids weer kwijt, dus we gaan op Gravity. Is op zich een leuke map. Hier heb je nieuwe kids. Ik wilde dus eerst Survivor Games op gaan nemen, maar toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk wel zin in Skywars. Ik denk dat dit de enigste video is die vandaag opgenomen wordt. Ik moet zo meteen nog weg. Misschien vanavond laat komt er nog een video online. Dat is dan denk ik wel na 8-9 uur. Maar ja, in ieder geval voorlopig vandaag is dit de laatste video. Nou, ik wil dit potje wel winnen, vind ik. Het duurt altijd zo lang voordat zo'n potje begint. Nee. Oké. Dat is niet zo'n hele goede stuff. Laarsjes. Oeh, hier is nog een kist. Oef. Dat is best goede stuff nog. Een golden apple. Een helm. Hier ligt nog wat spullen. En ik ga gewoon gelijk voor de aanval. Dat is waar ik erg van hou. Gewoon voor de aanval gaan. En niet als een mietje blijven campen op je eilandje. Doei. Gaat hij weer fout in? Nee, door de lag had ik mijn tweede appel ook op. Oh nee! Wacht, nou moet ik hem eigenlijk van... Mooi. Ah, damn. Die was echt zo pussy. Echt een pussy aanval dat. Ik doe gewoon lekker nog een poetje. Nee, hier ben ik nog nooit geweest. Oh, hier heb je de... Hoe heet het? De topwinners en zo. Oké. Nooit geweten. Parijs. Daar wil ik in. Dit is op zich wel. Oh, dit is ook zo'n nieuwe map. Ik vind hem op zich wel cool, net zoals die Gravity. En dit keer gaan we voor de overwinning. Um,
Hier, een kist. Oeh. Nice. Nice, 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 nice. Epic stuff. Ik heb pijlen nodig, want ik heb een boog. Oh, oh, oh. Daar, die had ik over het hoofd gezien. Oeh, een pickaxe. Nice. Alleen heb ik heel weinig bouwblokken. Ja, ik heb pijlen. Mooi. En een helm. Alleen geen boots. Geen goede nog. Hier is mijn pickaxe. Oeh. Oef. Oh, zet ik nou serieus die? Oh, nee. Oef, oef, oef. Welke boog zou beter zijn? Deze power 1. Of deze ook power 1. Nee. Betere stuff kunnen we niet hebben. Als het goed is heeft deze sharpness. Yup. Dus dan gaan we iemand lopen aimen. Nee. Niet. Oeps. Oef, oef, oef. Ik hou gewoon van gelijk voor de aanval gaan. Oeps. Noob. Oh, hij heeft een diamond sword. Oh, wat een noob. Hij zag dat ik een axe in mijn hand had. Noob. Ah, hij noemt me een hacker. Oh mijn god. Dit is zo lollig. Mensen die verliezen en dan noemen ze me een hacker. Omdat ik gewoon te goed voor ze ben. Oké. Bouwblokken, bouwblokken, bouwblokken. Hier, spruce wood, maar ik wil er nog wel wat bij pakken. Hop. Nou heb ik genoeg spruce wood. En kan ik dus niet te weinig bouwblokken hebben om mee te bouwen naar het volgende eilandje. Oef, 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 oef. Oef, 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 oef. Doei! Noop. Oh, dit huisje is veel cooler. Lol. Hij noemt me ook al een hacker. Oh mijn god. Dat is echt zo lollig. Mensen die denken dat je een hacker bent. Omdat je alleen maar beter dan ze bent met PvP. Nog 7 spelers over. En ik heb nog wat spruce wood. Dus dan gaan we maar voor de volgende eilandje. Met mijn diamond sword. Zou hier iemand zijn? Ik vertrouw het hier niet. Je moet iemand zitten. Nee, het is veilig. De kust is veilig. Noep. Ik vertrouw het niet. Ik ga naar hem toe. Waar is die? Huh? Ah, hij zit sowieso ergens te shiften. Ik pak hem gewoon mijn diamond pickaxe met efficiency 3. Doei. Tuurlijk ga ik niet teamen.
Maar die andere gozer, waar de fuck is die heen? Hij is gewoon gevlucht. Is die gequit of zo? What the fuck? Ik wil even deze golden apple eten. Voordat ik hem ga aanvallen. Kom hier jij! Pussy! Oh my god! Suicide! Oeh, enchantment table. Nee! Ik had toch enchantment bottles? Heb eens. Ik dacht echt sowieso dat ik een jump bot. Oh wacht, ik heb een stack. Spam, 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 spam. Dit kan ik beter shiften doen. Nee, Bane of Arthropod, serious. En dan krijg ik sharpness, hè? Oh. Oh, 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 raak is ass. Dat is wel een hacker volgens mij. Oh nee. Moet je nou? Oké, laatst had ik iemand die had knockback op zijn zwaard, op zijn bow. Kut. Oeh. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. Nu blaast hij zijn eigen eilandje op. Hij is bang, hij is bang. Hij heeft nu al die nieuwe kit. Oh, wat een pussy. Wat een overwinning. Oké, ik wil weten hoeveel coins ik heb. Of points. Met 217 points. Oké, ik ga terug. Moderate. Het is een hele dure. Nou, ik ga nog even verder sparen voor een betere kit. Ik ga dan hier bij de aflevering afsluiten. Volgens mij duurde die al aardig lang. Maar we hebben een overwinning. Omdat er gewoon zo'n noob was. En ik gewoon goed bezig was. En tja. We hebben een dikke vette overwinning. En dan, ja, dan ga ik hier bij de aflevering afsluiten.
Ik zal proberen, en dan ook echt proberen alleen, vandaag nog een video te uploaden. Ik beloof niks. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want ik ben laat pas weer terug straks. Rond 8, 9 uur, denk ik. Dus, tja. Jullie zullen dat wel zien. Ik ga deze video nu gelijk uploaden. Niet zo hele goede kwaliteit volgens mij, omdat ik de intro er niet bij in. Dan hoeft YouTube hem niet te renderen. Maar, ik heb daar nu geen tijd voor. Maar, ja. Dan zal die video maar zo meteen gelijk online staan. En dan, ja, voor jullie staat die al online als je dit kijkt. Oh ja, ik wou het nog over een paar kleine dingetjes hebben. Eerste ding is de. Hoe heet het? De Bucket plugin codeerserie. Zoals jullie weten heb ik die al een lange tijd niet gedaan. Ik wil daar wel mee verder gaan binnenkort. Ik weet nog niet wanneer. Ik heb een aantal ideeën nodig om te doen voor een plugin. Ik heb wel één of twee ideeën, maar ik weet niet of ik die gelijk al wil doen of dat ik die voor aflevering 50 wil bewaren of zo. Had ik nou nog iets om te zeggen? De survival serie ga ik denk niet mee verder met die mods. Het lijkt gewoon te veel. Tja, en ja. Het komt vast nog wel een keer een andere survival met een andere mod of zo. Misschien gewoon vanilla. Misschien op een server. Misschien zelfs een faction-serie of zo. Dat is misschien een goed idee. Maar. En nog iets. De server survival. Zoals jullie misschien al wisten. Mijn server deed het niet meer. Daar ben ik dus mee gestopt. Die wereld had ik toen per ongeluk verwijderd. Want ik had een server reset gedaan. En dan had ik die wereld per ongeluk verwijderd. Nou, dat. Best jammer, maar we hadden niet zo heel veel nog. Alleen Iron en Gold. Dus die serie gaat ook niet meer verder. De 1.8 Survival ook niet meer. Ik weet niet of ik dat al een keer gezegd had, maar ik was toen een keertje waren al mijn spullen uit mijn inventory verdwenen en dan was alle enchanted shit en zo. En dan ja. Die, ja, dan vind je het op zichzelf ook niet meer leuk. Ja, dat was het denk ik wel. En dan ga ik dus proberen vandaag nog een video op te nemen en te uploaden. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.